Welkom, Esther. Hallo. Hallo. Nou, Frank. Ja? Genau. Super. Ist das da drin? Hier einmal P1 für euch. Ja, dann könnt ihr das zeigen und dann können die Leute euch hinstellen. Diese und ich habe noch einen Aufkleber. Super. Jetzt könnt ihr da rechts fahren und dann könnt ihr da bei P1 fahren. Hi! Hi! Alles gut? Ja. Super. Also, das ist. Hey, Gucci! Wie geht's? Ja, gut, bei dir? Ja, gut. Was geht ab? Ja, gut, bei dir? Ja, alles super. Hey! Ja, wie geht's? Maestro! Hey, hoe is het? Ja, lekker jongen! Hey! Hey. Hey. Geweldig! Hoi. Hallo. Hey, thank you.
Ça va? Ça va et toi? Hey! Bon, c'est bon, Moket? Okay. Ja, ja, links. Like this guy? Ja. Oké. Ja. Au revoir! We zijn hier nu op de meeting bij de Nürburgring. Mijn stiefvader is ook net aangekomen op zijn motor. Hey, goeie reis, schat. Jazeker, jazeker. De hypotheek. Hallo. Rondje lopen over het terrein, even kijken wat er allemaal staat. Want ik zelf was de hele tijd bij de ingang. Dus ik heb nog niet kunnen zien wat er allemaal staat. Dus ik ben echt benieuwd. We hebben twee parkeerplaatsen. We hebben een P1 parkeerplaats en een P2 parkeerplaats. P1 staan nu 50 auto's en P2 ongeveer 120. Ja, het is echt een goede opkomst. Ja. Waar is het trouwens? Maar dat was denk ik goed zijn, hè? Paakje. Alsjeblieft. Het is echt bijzonder wat hier allemaal staat. Dit is dus P1, 50 auto's. Maar als je hier kijkt, daarachter, het is een lijmgroene TTRS rechts. Deze is ook echt bijzonder, kijk dit. Lime green. Zo, dus er zijn nou hoeveel auto's? 180 zitten we nu. Ja, dat is netjes. Dus er kunnen nog wat mensen komen, hè? Ja, maar ja, je weet nooit hoe het loopt, hè? Nee, daarom. Maar dat maakt niet uit, het staat al aardig vol hier. Deze kleur, dit is, deze is Sanoma bijzonder. Groen. En ja. Dat is normaal alleen verkrijgbaar op de RS4, RS5 geloof ik. Dus op een RS3 is het een extra optie. En alleen deze lak kost 2400 euro. Wauw. En wat staat hier? TTRS. Uit Frankrijk? Trispa. Trispa TTRS. Custom ECU, hè? Over de 700 pk, performance part. Wel echt uniek dit. We gaan nu naar Grassi, heet hij. Ja. Hoe spreek je het uit? Grassi? Ja, Grassé of... Nou, jullie indruk. Gisteravond had hij nog een bruiloft. Hij woont in Budapest en is gisteravond om 9 uur volgens mij gaan rijden. Heeft 2 uurtjes geslapen vannacht. Heeft 1130 kilometer gereden. En we gaan hem nu even begroeten, want ik heb hem nog niet gezien. Dat is wel dedication. Ja, dan inderdaad. Heb je er toch echt al veel voor over. Ik denk dat hij ergens hier is. Dus ja. We gaan nu even de eigenaar zoeken. Van de, hij heeft een turboblauwe TTRS. Even kijken waar die is, dus ik ben benieuwd. En dit is hem inderdaad. Ja. Wel echt een kleurtje hoor. Hier, daar is de eigenaar. Oh. Hi guys. Hi. Hi. How are you? Nice to meet you. Finally. Hey. Hoi, je mag dat zo hè. Hi. Alles goed? Hey. Super. Hi. It's Balazs. Hi, nice Tom. To meet you. We had a wedding yesterday. And yeah? We started at like 10 p.m. So. Pretty poor.
Pretty tired. Pretty tired. And for how long you stay here? You go? We will stay till tomorrow. We will do a tourist part and then we buy a car. Yeah. Somewhere around the area. I don't know the exact location. Yeah. And then we go back home. Oh, that's a long trip, yeah. Oh, crazy. But great that you are. Yeah, the sleep. Huh? At the back sleep. Of the car. It was 1.5 hour. Het is toch wel tof om te zien wat mensen er dan voor over hebben. 1130 kilometer gereden. Yeah, it's really nice. Great, nice man. Color. Thanks. Er zijn ook wat bijzondere auto's, toch? Mm-hmm. We hebben meerdere auto's die boven de 700 plus pk draaien. Ja. 750 is geloof ik tot nu toe het meeste. Dus... Dus je moet ook nagaan, die auto's, die motoren zijn compleet uit elkaar gehaald. Ja. Het is gewoon echt alles versterkt. Heel bijzonder. Alles, Dit heb ik ook nog nooit op een RS3 gezien. Dit is wel een hele mooie oplossing. Ja, dat is zelfs een aangepaste gewoon. Het is een aangepaste RS3. Wow. Oh, dat heb ik nog nooit. Kijk die deur dan. Met een rolstoellift erin. Heel apart. En die heeft een... Even kijken hoor. Wauw. Ja. Huh? Hij heeft een pookje op het stuur. Wow. Dit is dus kijk, dit is echt voor iedereen ook gewoon. Iets nieuws voor mij dit. Maar dit is wel heel bijzonder dat het kan. Hij heeft zelfs een schakelaar om zijn gaspedaal mee te bedienen. En een rem. Dat gaat allemaal met de hand. Vet. Heel bijzonder. Ja, dan zie je maar dat de liefde is voor iedereen. Wel cool hoor, ik zou het zelf te doen. Hier, dit is ook een speciale. Deze auto die heeft 750 pk. Van Hung. Van Hung, ja. Oké, we gaan dus straks mee rijden. Deze op 750 pk. Deze heeft ook 750 pk. Waanzin!